Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Stars The Hill video. Vandaag is het zondag en vandaag ben ik jarig. Maar zoals jullie kunnen zien is Stars The Hill ook jarig. Stars The Hill is de komende 2 weken jarig. Nou ja, vorige week en aankomende week. En even tussen jullie en mij. Het is pas woensdag. Dus vandaag is het zondag en vandaag ben ik jarig. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Yay. Ik vind het altijd zo leuk om jarig te zijn. Krijgt cadeautjes en aandacht en taart. Natuurlijk kan je taart altijd eten, maar taart eten op je verjaardag is toch veel beter. Daarover gesproken, in de beschrijving staan twee codes. Eentje is Birthday Fun. De Birthday Fun geeft. Ik ga even de dingen er weer bij pakken. Birthday Fun geeft 100 starcoins. Fripora. Een opblaasbaar vliegend huisdier voor je zadeltas. Een grappige taarthoed. En een verjaardagspakket voor je zadeltas. Superleuke dingen allemaal. Ook heb je de code Thumbs Up. En dat is een heel gaaf t-shirt. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb de rest van de cadeautjes ook nog niet gezien, dus laten we die gewoon even lekker uitpakken en kijken hoe of wat. Star Stable is super mooi versierd. Als het goed is hebben we dit jaar ook weer verjaardagsraces en al die andere dingetjes. Als het goed is dit de Thumbs Up shirt. Dat zijn de oortjes. Oké. Okay. Dan maar verwijder ik deze e-mails van Star Stable, want dan is mijn mailbox niet zo vol. Oh ja, het is ook echt gewoon een shirt met een duimpje omhoog. En dan weer de oren van Frip. Ik ga even wat meer licht schijnen hier, want het is ondertussen 11 uur, dus het is een beetje laat. Dat is wel gaaf. Tjie! Dit wordt een thumbnail. Oké. Oh, dat is een ballon. Oh, dat is wel leuk. Oh, dat is een hoed. Wel lachen. Nou, dan doen we heel even dit, want dat vind ik wel leuk. Ik ben jarig vandaag, dus dat vind ik een hele mooie hoed voor mijn verjaardag. Oké, we gaan naar boven toe. Want hier is het verjaardagsfestival. Of iets. Ik heb geen idee wat het is eigenlijk. Maar als het goed is, kan je hier allemaal leuke dingetjes. Zagen jullie dat? Ik weet dat niet. Dat ziet er raar uit. Oké. We zijn op de verjaardag. Madison. Ik ben officier Madison Hightower. Klaar om met de eenheid Edwards op patrouille te gaan. Teleporteer me naar je ruitenpaard. Dan verkennen we samen het hele al. Oh, ik kan er gewoon kidnappen. Maar ik laat wel de view achter. Oké. Helemaal prima. Italia. 9 jaar paardenvriendschap en avontuur. Laat het feest maar beginnen. Woe! Oké. Oh, hier staat een poppetje. Star Stable wordt weer een jaartje ouder. Tijd dus voor een feestje. Wat dacht je van de speurtocht? Overal op Jorvik liggen gouden hoefijzers die je moet verzamelen. Je kunt 5 gouden hoefijzers inleveren voor een cadeau. Er zijn een heleboel cadeaus, dus blijf zoeken. Geloof me, deze cadeaus wil je echt wel hebben. Ik in ieder geval wel. Morgan Silverglade, Fort Pinta, Veildale en Bear Grove. Oké, wat kunnen we vinden? Willekeurig. Misschien heb ik nog van die dingen. Was ik. De verjaardagsrace van vandaag begint in Fort Pinta. Nou, wij.
Oh, je kan je taart kopen. Verjaardagstaart voor paarden en een verjaardagstaart voor paarden. Wat is het verschil? Geen idee, we kopen ze. Ja, goed idee. We gaan hier ook een stukje taart kopen. Of niet. Ook stom. Maar dan gaan we naar de verjaardagsfeest. En we nemen Madison mee. Krijg je trouwens XP als ik... Nee. Dus ik ga Madison gewoon de hele tijd bij me houden. Dus dat mag niet meer. Oh, oh. Ik heb nog allemaal deel uit te pakken. Ik zit nu te denken, zou ik ze gewoon, want technisch gezien is het nu woensdag, tot zondag laten liggen en het dan uitpakken. Ik heb een toetsenbord besteld en een muis. En vorige week ook een nieuwe microfoon. Die heb ik al uitgepakt en daar record ik nu ook mee. Alweer. Want dat moet wel. Ik bedoel, je kan een nieuwe microfoon niet gewoon zomaar laten liggen natuurlijk. Jee, een hoefijzer gevonden. Oh, als jullie nog leuke challenges weten voor de Sims, laat het even weten in de reacties. Oh, daar is een verjaardagsfeest. Hallo. Ja, dankjewel. Iedereen zegt hier gefeliciteerd, gefeliciteerd. En ik weet dat de stars helemaal bedoelen. Maar omdat ik ook jarig ben. Zou ik gewoon... Ah, dan kan niet thuis het racen. Ook stom. Hoewel. De muziek van deze races is altijd zo... depressief. Nou, ik kan in ieder geval wel zien waar alle hoefijzers zijn. Ik moet even mijn uitknopje van de computer verstoppen, want er springt een kattendadelijk op. Daar heb ik vandaag geen behoefte aan. Hij had net meteen... Kato had net mijn computer al bijna afgesloten. En toen was ik bezig een video te uploaden. Leuk hoor, katten. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oh, vandaag het allereerste kerstliedje van het jaar gehoord. Afgezien van natuurlijk bij het foute uur. All I Want for Christmas is You. Op Radio 538. Want dat kan gewoon. Hey, Katelietti. Laat je mijn computer aanstaan dit keer? Goed, zo'n groot vent. Pittoreske rondvoortspida. Lang zal hij leven. Level 3. Toppie. Volgens mij heb ik nog heel veel gouden hoefijzers in mijn tas. In mijn kast liggen. Ik denk dat ik die zo meteen nog maar even tussen eruit haal. En bijna ze laten we gewoon lekker bij ons in op het paard zitten. Ze heeft geen keus. We hebben haar gekidnapt. En aangezien Madison de hele tijd wordt gekidnapt, is dit niks nieuws voor haar.
ging de verkeerde kant op, zagen jullie het? Gaat goed. Oh, dat was een plant. Oké. Okay. Oh, ik heb de hele dag geen last gehad van mijn snotneus. En nu ga ik weer helemaal dicht zitten. Daar wordt het mensen ook niet vrolijk van. Ik heb Super Mario nog steeds niet gespeeld trouwens. Ik heb er gewoon echt geen tijd voor gehad de afgelopen paar dagen. Oké. Oh ja. We gaan even naar de stal. Even kijken, voorwerp. Ah, hier. Gouden hoefijzers, het zijn er nog vier. Maar zijn het dezelfde? Nee. We gaan het gewoon proberen. Laten we het proberen en kijken wat er gebeurt. La 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 la. Oh ja, trouwens. Oh, ik wil niet met jou praten. Nee. In de update van afgelopen woensdag, dus vandaag, wordt er gezegd: er is een geheimzinnig paard in veel deel gezien dat van achter de bergen in Mistval afkomstig is. Betekent dat dat we een nieuw paard krijgen? Of betekent dat de bergen in Mistval open gaan? En ik hoop het laatste. Want ik heb wel zin om een nieuw gebied te ontdekken. Maar ja, weer bedankt natuurlijk. Jas. Ah, jammer. Deze tellen dus niet meer mee. Wat hebben we gekregen? Een groene starstable-trui. Leuk man. Vrije verjaardagstrui. Ik ga deze verkopen. Wat verkoop jij? Vuurwerk. Hier. Oh. Ik krijg er niks voor. Dat is een grappige man. Oké, kom, we gaan vuurwerk afsteken. Het is pas oktober, maar indrukwekkend. Dat was leuk. Oké. Wat kunnen we hier doen? Oh, spannend.
Lachen, lachen. Oei, oei, jee. Oh, kan die kopen? Ik ken het allemaal. Oké, doei. Nou, ben dus er niet meer zat. Waarom kan ik een taart kopen? Zo stom. En nu? Nu weet ik het ook niet meer. Pony kampioenschap, dat was een uur geleden of zo. Oh ja, wacht, dat kan je zien hier toch? Nog even kijken. Verzamelingen? Nee. Dit ding. Nee. Oh. Dat was de laatste race van vandaag. Kunnen we morgen doen. Oh, je eindigt met de pony, je begint met de pony. Oh, morgen ook. Dus elke race waarmee je eindigt, begin je de volgende dag ook weer. Nou, nee. Anyways. Jongens en meisjes, dames en heren. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik hoop dat jullie volop aan het feest vieren zijn, want Star Stable is jarig. En ik ben jarig. Dus dat is sowieso een reden voor een feestje. En reden voor taart. En reden voor heel veel Star Stable. Dus vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vond je deze video nou niet leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je mij feliciteren? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Adios.